formules invoeren. Met de knop I is kom je op het formule invoerscherm. Reeds ingevoerde formules wis je met de knop Clear. Krijg je niet dit scherm te zien, kies dan bij Mode voor de instelling Funk. Lukt het dan nog niet, kijk dan naar problemen oplossen in de paragraaf Allerlei of Allerlei onderwerpen. Je voert de formule I is x² min 4x plus 2 in door achter I1 in te tikken, de x-knop, kwadraatknopje voor x², min 4x plus 2. Grafieken plotten. Voordat je de grafiek laat tekenen, moet je een verstandige schaalverdeling op de x-as en de y-as kiezen. Dat gaat met Window. Zorg ervoor dat is ingesteld x min is min 10, x max is 10, x scl is 1, y min min 10, y max 10 en y scl 1. Min staat voor minimaal, max staat voor maximaal en scl staat voor scale ofwel schaal. Met deze instelling krijg je een assenstelsel waarvan de assen van min 10 tot 10 lopen en met x-scale en y-scale is 1 zorg je ervoor dat bij elk geheel getal op de assen een streepje komt. Druk nu op de knop Graph, dan wordt de grafiek getekend op het grafiekenscherm. We zeggen dat de grafiek is geplot. In plaats van laat de GR de grafieken tekenen, zeggen we dan al kortweg plot de grafiek. Om een grafiek te plotten, voer je de formule in op het formule invoerscherm. Je komt daar met de knop I is. Dan stel je een geschikt venster in met de knop Window en vervolgens druk je op de knop Graph om de grafiek te plotten. Het standaardscherm. Deze vensterinstelling, waarbij de assen lopen van min 10 tot 10 en x-scale en y-scale zijn ingesteld op 1, heet de standaardinstelling. Het bijbehorende grafiekenscherm heet het standaardscherm. De GR heeft een optie waarmee je direct het standaardscherm krijgt. Dat gaat als volgt. Druk op de knop Zoom. Je komt nu in het Zoom-menu. Dit Zoom-menu heeft twee submenu's, namelijk Zoom en Memory. Nu zit ik in het Zoom-Zoom-menu en met pijltje naar rechts kom ik in het Zoom-Memory-menu. Om direct het standaard scherm te krijgen, kies je uit het Zoom Zoom menu de optie Zet standaard. Dat kan door op 6 te drukken of door met de pijltjes naar die optie te lopen en op Enter te drukken. Kies I is en voer bij I 2. De formule I is min 0,5x² plus 6x min 5 in. Dus tik achter I2 in min 0,5x² plus 6x min 5. Let op de verschillende mintekens, de min van een negatief getal en de min van een aftrekking. We zeggen voortaan kortweg, voer in, I2 is min 0,5x² plus 6x min 5. Voer in, I2 is min 0,5x² plus 6x min 5, betekent dus dat je bij I2 de formule I is min 0,5x² plus 6x min 5 invoert. Druk op Graph. Je ziet dat de standaardinstellingen niet zo geschikt zijn voor I2.
De top is bijvoorbeeld niet te zien. Bovendien zie je dat zeker de helft van de negatieve kant van de x-as niet gebruikt wordt en dat we aan de rechterkant eigenlijk wat meer willen zien. We gaan dus de vensterinstellingen aanpassen. Kies Window. Zet x minimaal op min 5, x max op 15 en minimaal laten we op min 10 staan. En hij maximaal verhogen we naar 15, zodat we ook het topje kunnen zien. Druk op Graph. Je ziet dat je met de nu gekozen instelling een mooi plaatje krijgt. Formules uitzetten. Voer in i3 is min 1 derde x kwadraat min 3x plus 6. Om alleen de grafieken van i2 en i3 te plotten, moet je i1 uitzetten. Ga met de cursor op het isgelijkteken bij i1 staan en druk op Enter. De donkere achtergrond achter het isgelijkteken verdwijnt nu. Dit geeft aan dat i1 uitstaat. Plot de grafieken van i2 en i3 door op Graph te drukken. Je ziet dat je het venster moet aanpassen. De grafiek van i3 valt aan de linkerkant een beetje te veel buiten het scherm. Je moet dus x min aanpassen. Kies Window en stel voor x min min 15 in. Pas ook x scale en y scale aan. Neem x scale is 2 en y scale ook 2. Als je nu weer op Graph drukt, krijg je een mooie plot van de grafieken. Vuistregel. Kies x-scale en y-scale zo dat je de x-as en de y-as verdeelt in maximaal 20 stukjes. Afspraak. Op de vraag welk venster heb je gekozen, vermeld je x-min, x-max, y-min en y-max. X-scale en y-scale hoeven dus niet vermeld te worden.